laten we hem hier maar rustig tussen vallen. Hoe kunnen wij hem helpen? Door zelf niet al te vlot op het gas te gaan. En ruimtes te kiezen waar we met twee voertuigen tussendoor kunnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we even iets anders doen dan gebruikelijk. Normaal zou ik jullie meenemen in een noodhulpdienst. Maar vandaag ga ik jullie meenemen tijdens een training, een oefening. En de oefening bestaat eigenlijk uit twee delen. We gaan vandaag een keer een dienst draaien, of een dienst niet eigenlijk, een oefening draaien in de SIF. En het heeft deels te maken dat ik mijn PFT moet doen. Om de zoveel jaar moet je weer je rijvaardigheid testen. Daarover gaan we straks wat meer uitleggen. Maar een ander onderdeel is dat we gaan kijken of ik eventueel geschikt ben om eventueel de SIF-opleiding in de toekomst, wie weet, te kunnen doen. En dat is ook een beetje een aanleiding van het feit, zoals misschien sommigen van jullie weten, monteer ik veel video's voor de LX tegenwoordig. Dus de jongens die met de SIFs op pad zijn en die daarvoor natuurlijk snelle achtervolgingen doen. Soms voertuig gebruiken om het in te boksen. Nou, om daar ook wat meer bewustwording en context bij te krijgen, hebben ze gezegd, misschien is het wel leuk dat we de PVT combineren met de intake voor de SIF-opleiding. Dus we gaan jullie vandaag meenemen in een dagje rijtraining, kan ik het eigenlijk al noemen. En we hebben een hele goede docent daarbij uiteraard, die ons ook heel veel uitleg in gaat geven. Maar jullie gaan het allemaal zien en ik ga jullie meenemen vandaag in, hoe zullen we het noemen? Rijbeleiding dagje. We zitten inmiddels in het voertuig. Ja, naast me zit wel inmiddels voor sommige oplettende kijkers al wel een bekende. We hebben natuurlijk eerder met Ron Doornbos op het circuit gereden. Voor de kijk, wie ben je? Wat doe je? Wat is je rol? Hoe werk je eigenlijk? Ben je gewoon politieagent of hoe moeten we dat uitleggen? Nou, in de basis, zoals je kan zien, ik zit ook gewoon in uniform, dus in de basis ben ik ook gewoon een politieagent. Alleen heb ik als bijzondere taak voor de collega's die binnen de eenheden LO en LX werken, als taak zeg maar om te kijken of de rijvaardigheid in orde is. Alle collega's die bij ons langskomen, die hebben in de basis een rijopleiding gehad bij de politieacademie. En uiteindelijk moeten de collega's voor hun zoals die binnen de organisatie heet, de PFT, de politie rijvaardigheidstraining, moeten die bij mij langskomen of bij ons langskomen, onze afdeling, om uiteindelijk te kijken of datgene wat ooit is aangeleerd in de opleiding, of dat nog steeds aanwezig is. En daarnaast geven wij dan nog inbox trainingen, zoals die we ook met Rachel natuurlijk de vorige keer opgenomen hebben. Vandaag, wat gaan we dan precies doen? Want het is geen opleidingsdag, maar we gaan een dag een soort PVT draaien. Staat vandaag in het teken van allereerst jouw PVT. Wat ook het doel van vandaag is, om een kijkje in te geven van als we nou nieuwe collega's binnenkrijgen in de opleiding die opgeleid moeten worden voor de SIF, een niveaumeting. Zijn de collega's opleidbaar? Wat kunnen we de collega's eventueel al meegeven als voorbereidend werk om die SIF-opleiding in te gaan? We kunnen vandaag eens ervaren voor jou hoe dat is. Ik zie dat veel kijkers dan, en die zeggen vaak onder de video's van wat laat bijvoorbeeld een achtervolging, zeg als voorbeeld. Mm-hmm. Wat laat jullie dat lang duren? Waarom grijpen jullie niet in? Jullie brengen het overige verkeer, vinden ze, omdat het lang duurt, elke keer gevaar. Waarom rammen jullie niet eerder? Kijk, het lastige binnen ons werk is altijd, we moeten handelen in een split second. En of dat nou in het verkeer is, of dat het op straat is. Het belangrijkste is dat we natuurlijk wel overwogen keuzes daarin maken. Het kan niet zo zijn dat wij in een bepaalde situatie terechtkomen, ook niet in het verkeer, waarin we maar wat doen. De regels die opgenomen zijn binnen het autorijden is allemaal gekaderd in de brancherichtlijn. Maar zo hebben we bijvoorbeeld ook een richtinggevend kader volgen, achtervolgen en uitvoeren van gedwongen stops. Als je gaat kijken naar dat richtinggevend kader volgen, achtervolgen, zijn een aantal afwegingen die daarin gemaakt moeten worden door collega's om uiteindelijk tot het stoppen van die achtervolging te komen. 9 van de 10 keer zal dat te maken hebben met wat is het feit waarvoor we iemand moeten hebben. Is het iemand die de verkeersregels dusdanig overtreedt dat de achtervolging echt nu gestopt moet worden? Omdat het gevaarlijk wordt voor eventuele burgers of voor onszelf of voor de verdachte. Allemaal vragen die zeg maar, de collega's zichzelf moeten afvragen op het moment dat ze in die achtervolging zitten. Wat is nog misschien ook een term die je wel vaker gehoord hebt, proportioneel en subsidiair, om nu die verdachte aan te houden of ook echt daadwerkelijk te doen stoppen. Het lastige daarin is, een aantal procedures zijn, een aantal tools die we de collega's meegeven met betrekking tot de rijvaardigheid, maar ook met betrekking tot de middelen die ze kunnen inzetten. Waarin ze in een split second dus die beslissing moeten maken van wat doe ik nou nu op dit moment in die achtervolging of in deze setting, waarvan ik ook nog weet dat het juridisch zeg maar stand houdt, maar ook dat het zo min mogelijk risico voor zich meeneemt voor de collega's zelf, voor de burgers en voor de verdachte uiteindelijk. Als wij meer informatie hebben, dan hoe moeten we dat doen? Nee, ik kan het op de beelden zien. We hebben inmiddels het zware vest aangedaan. Dat is natuurlijk ook alweer politiewerk. Het kan zo niet onverwachts lopen zoals je... Hoe zeg je dat alweer? Het kan soms lopen zoals je niet mag. Ja, nou dat dus. Ja, we blijven natuurlijk ook gewoon operationeel zetbaar. Nu blijkt er in de omgeving een voertuig weggereden te zijn. Er wordt naar uitgekeken worden en eventueel een BTV opgestart worden omdat de vuurwapens in het spel gezien zijn. Onze opdracht nu is om positie te pakken bij het knooppunt Eemnes om te kijken of het voertuig eventueel langskomt. Ik zal nog even extra informatie vragen van de collega's. Er is een bericht over.
Heeft u iets meer achtergrond voor ons over deze melding? Mogelijk een gijzeling waarbij het slachtoffer in handen is van de collega's. Mochten die aantreffen, dan mag u een beter gekregen. Ja, is helder. Mochten wij het voertuig treffen, dan gaat u van ons horen. Ja, ik wil zelfs zeggen, ik moet hier nemen A1 bij Diemen richting Amsterdam. Ja, en dan hou je zo meteen weer de A1 aan richting Amsterdam. We hebben even een tijdje gepost met dit voertuig. Wij hebben hem niet aangetroffen rijdend. Inmiddels hebben collega's ergens in het land het voertuig aangetroffen zonder verdachte erin. Dus die gaan dat verder onderzoeken. Met betrekking tot de instructie was ik eigenlijk van plan om eventjes richting Lelystad te gaan. En dan kunnen we op de snelweg, wil ik eigenlijk eventjes zo snel mogelijk richting Lelystad om te kijken wat jij überhaupt al doet. Kunnen we onderweg kan ik kijken wat de bevindingen zijn waar je eventueel op bijgespijkerd zou kunnen worden. Wat me opvalt, daar uiteindelijk een soort van oordeling kan opgeven, toch? Ja, nou dat. En ja. Ook meer wat aandachtspunten mee kan geven van joh, dit zijn de punten waar we nou op letten. Zodat je daar dan ook uiteindelijk ook wat mee kan doen. Zo snel mogelijk richting Lelystad. En kijk wat jij daarbij vindt passen met betrekking tot het rijden over de snelweg zonder optische en geluidssignalen. Maar ik wil in ieder geval zo snel mogelijk richting Lelystad. Ja, dus gebruik maar even de vrijzending even voor de kijker. Want dit is natuurlijk een opleidingssituatie. Jullie hebben ook gewoon die bevoegdheden toestemming om dat te doen. Hè? Ja, brancherichtlijn zijn wij inderdaad opgenomen als rijdocent. Dat wij voor de training van de vrijstelling gebruik kunnen maken. Misschien dat je wat zou kunnen doen met de timing en je snelheid van inloop. Dus die motorrijder die hangt nu in een gat hè, tussen die Citroën en die Audi. Nu schuift hij alweer iets meer op richting die Audi, dus heeft dat inlopen nu geen zin, want hij kan niet weg. Maar kijk maar eens naar een moment dat hij weg zou kunnen, om dan op dat moment zeg maar bij hem aan te kloppen en te zeggen van hé, ja, ik heb haast, ik wil er langs. Er zijn uiteindelijk, wat ik al zei, twee dingen waar we op letten. Eén is hoe zit je in de auto? Überhaupt. En twee, kun je wat doen met de tips die we geven? Nou, als ik nu al kijk naar hoe je achter het stuur zit, zit je in ieder geval vrij relaxed zit je achter het stuur. Ander dingetje is, wat ik net al had, hè, dat je een tipje gaf over het inlopen, het inlooptiming. Pak je ook meteen op om daar wat mee te doen? Nou, dat zijn tekenen voor ons waarin we mogelijk al kunnen zeggen aan de voorkant, ja, zo iemand, als die wat kan doen tijdens een spoedrit, een rit met haast, dat hij ook nog wat kan doen met de tips die we geven, dan zit je al een extra vinkje in de richting van opleidbaarheid. Wel stoppen, auto. Nee, je mag gebruik van je vrijstelling, hè? Dus als jij mogelijkheden ziet om van je vrijstellingen gebruik te maken. Nog netjes. Valt het me op hè, dat je als je door rood heen rijdt, dat je naar het kruisingsvlak toe rijdt. Dus dat je zeg maar net voor de haaientanden je positie pakt om dan af te wachten wat is het laatste voertuig waar ik achteraan kan sluiten. Als je nou dat beslismoment bij de stopstreep neerlegt, minder kans dat je het overige verkeer manipuleert, dus dat ze op jou gaan reageren. Dat je twijfel krijgt van ja, wat wil je nou dan? Moet ik voor je stoppen of ga je door? Je hebt zelf meer overzicht over het kruispunt. Als je bij de stopstreep staat, want je maakt je de hoek waarop je over het kruispunt heen gaat, maak je groter. En je kan ook nog eens een keer de verkeerslichten kun je zien. Ja, ik zat te denken, hoe gaan we die video beginnen? Maar zeg, vertel, hoe was dit eerste ritje? Ik merkte mezelf dat ik even moest wennen. Ja, je bent even in moest komen. Altijd logisch. We hebben het daar straks in de auto al eventjes over gehad. Heel veel collega's die merken we die bij ons in de auto komen zitten. Dus even weer wennen aan de setting. Er wordt weer op je vingers gekeken. Normaal gesproken doe je natuurlijk in de praktijk doe je gewoon je ding. En daar zijn wij ons ook altijd wel heel bewust van hoor, als rijdocent zijnde. Tegelijkertijd, je bent natuurlijk opgeleid op een bepaald niveau. En uiteindelijk komt dat er uiteindelijk ook wel weer uit. Dat dingen die ik daarin terug zie is dat je in ieder geval lekker assertief door het verkeer heen gaat. Altijd iets waar we naar op zoek zijn. Veiligheid. Nou, ik heb me geen moment onveilig gevoeld in de auto. Ik denk ook niet dat er andere
medeweggebruikers zijn geweest die daar wel een ander idee over gehad hebben. Je voertuigbediening blijft overeind. Dus de manier van sturen, de mate van gas geven, de mate van remmen, voelt nog steeds vloeiend aan. Niet gehaast, geen adrenaline wat uit je oren spuit. Dus dat is allemaal netjes. En dan hebben we een aantal dingetjes besproken, hè? Over je inlooptiming, je manier van door rood heen rijden. Mm-hmm. Ook een aantal tips ingegeven. Nou, door rood rijden hebben we nog niet echt wat met de tips kunnen doen. Maar wat wel leuk is, is dat je eigenlijk het moment waar ik zei van joh, je kan spelen met je inlooptiming, dat je daar eigenlijk al meteen wat mee deed. Dat je gaat spelen met, joh, als ik nou het verkeer lees en ik ga kijken naar een bepaalde setting, hoe kan ik nou dan de tips die ik krijg gaan vertalen naar datgene wat je doet op het moment? Uiteindelijk, waar we vanmorgen mee begonnen zijn, hè, dat we het hebben gehad over een stukje opleidbaarheid, daar zijn we dan naar op zoek. Wat kun je nog doen op het moment dat we in het verkeer aan het bewegen zijn? Mm-hmm. Kunnen we dan daadwerkelijk nog iets van ruimte in ons hoofd over hebben om dan wat te doen met de tips die je krijgt? Ja. Nu naar deel, het volgende onderdeel. Ja, helemaal goed. Het middengedeelte. We zijn natuurlijk voornamelijk op de snelweg bezig geweest. We hebben het al straks gehad over de manier van door rood heen rijden. Daar wilde ik nu eventjes ietsje meer mee gaan doen in combinatie met onderliggende wegennet. Ja. Om hier vandaan richting Enkhuizen te rijden, vanuit Enkhuizen provinciaal gezien naar Amsterdam. En dan vanuit Amsterdam met de snelweg weer terug in de richting van Leusden. Dus we gaan zo meteen linksaf, dan kunnen we even met de vrijstellingen door Lelystad heen rijden. Houtrip daar over. En dan kunnen we eens kijken hoe jouw competenties zijn met betrekking tot het inhalen. En denk je eventjes in, wij moeten zo snel mogelijk naar Batavia-stad. Met vrijstelling. Ja, zeker. Ja. En denk aan wat ik zei over die stopstrepen. Fuck, was ik helemaal mijn overzicht kwijt deze. Ja. Ja, slimme keuze. Ik twijfel net of ik trap me nog er doorheen, maar dan zit ik hier waarschijnlijk net... Kijk, en op het moment dat je eventjes in relatie zeg maar tot die hele SIF-opleiding, zou je de opleiding al gehad hebben of in een vergevorderd stadium zitten, dan had ik vanaf het kruispunt al veel harder opgetrokken, omdat je die situatie aan ziet komen in de verte en dan kun je deze twee auto's ook nog meenemen. Maar als je dan gaat kijken naar het stukje waar zijn we dan naar op zoek in zo'n SIF-opleiding ook, dat je niet zozeer heel veel sneller door het verkeer heen gaat qua snelheid, maar dat je sneller door het verkeer heen komt omdat je slimmer door het verkeer gaat. Eerder een plannetje maken, eerder reageren op datgene wat je ziet en ook vooruitdenken. Ook mooi om te zien dat je stuurtechniek in ieder geval overeind blijft. Dus trekkende sturen, stuur ophalen in plaats van kruisen of overpakken. Wanneer is de laatste keer geweest dat ik je ingehaald? Nou, gewoon tijdens het werk. Op dit soort wegen heel veel. Ja, dat dacht ik al. In Almere denk ik dat veel meer niet zo gebeurt gewoon bij. Nee. Ik hoop dat de mist een beetje optrekt. Dat we nog beter zicht gaan krijgen. Ja, zet hem maar door. Belangrijk nu ook met die mist, hè, dat we goed gaan kijken met de voertuigen of ze verlichting aan hebben of niet. Een beetje zo'n lichtgrijs autootje zonder verlichting, dan zou die weg kunnen vallen. Lekker doorremmen dan, knippertje aan naar rechts. Ja. En dan weer. Was hier netjes geweest. Zometeen bij de verkeerslichten, de eerste gaan we rechtdoor, de tweede gaan we linksaf in de richting van
horen. Ook weer met gebruikmaking van de vrijstellingen. En dan pakken we zo meteen eventjes een stukje dijk mee. Ja, netjes. Een van de onderdelen van die SIF-opleiding ook is een stukje bochtentechniek. Blijven gewoon de dijkweg blijven volgen. Maar wat ik daar even belangrijk in vind, is dat je zo vlot mogelijk over die dijk heen rijdt. Maar wel met die verstande dat als er overig verkeer of fietsers of iets dergelijks, dat we die moeten passeren, gaan we terug in snelheid naar 60. En probeer maar eens om gewoon zo vlot en vloeiend mogelijk over die dijk heen te rijden. En daarbij is belangrijk om het klaar zijn voor de bocht, dus dat je voor de bocht klaar bent met je remming, dat je die auto trekkend kan maken. En voor zo'n drempel ook goed uitremmen. Lekker doorremmen, harder, 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 harder en los. Yes. De rest qua bochtenlijnen die je pakt, ze zijn nog niet super logisch, maar ze voelen wel comfortabel. Ze zijn nog niet de ideale lijnen, zeg maar. Nee. Hoi? Ja. Kijk, en ook hier is het belangrijk voor collega's dat ze een inschatting maken van hoe hard kan ik hier nou rijden? Want het is leuk dat we plus 40 mogen, maar waar plus 40 op de snelweg misschien wel een soort van tekort schiet, merk je nu, ik rij 60, maar ga ik hier 100 rijden, veel te hard. Hier hebben we die. Ja. Ja. Nou, als je het dan hebt over in een split second de keuze moeten maken, komt aangereden, nee, lesauto weer. Oh ja, we zijn met vrijstellingen bezig. Ja, dat ging een beetje. Als ik iets scherper was, had het soepeler gaan. Dat was wel een beetje gekund. Want ik merkte dat ik toen nog pas ging kijken, kan ik eigenlijk wel die hoek. Ja, van welke mogelijkheden heb ik eigenlijk? En dan mag je best wel wat assertiever erin zetten. In plaats van dat het wel heel vloeiend loopt, dat je echt wel even een land erin zet. Hmm. Dat misschien nog die, als ik hem wat meer gas had, had ik voor die witte nog makkelijk kunnen duiken, toch? Als je je beslissmoment inderdaad iets meer naar voren had gehaald. Nou, deze is netjes. Mooi getimed, zo bij die stopstrip uitgekomen. Netjes. Blijven A7 volgen tot we op een gegeven moment de A8 op kunnen richting Amsterdam. En dan gaan we daarna de A10 op, Ring Noord. En als je op dit stuk weg mogelijkheden hebt om tot aan de 200 te rijden, mag je hem van mij op de 200 zetten. Mits ze maar wel weer op een fatsoenlijke manier teruggaan in snelheid als het mag. Tijd weg bij al het andere verkeer wat we wel gaan verplaatsen. Top. Bij de lampen linksaf. En let op, je komt echt uit een hele blinde situatie. Dus als je de mogelijkheid hebt, pak hem lekker breed. Even hier midden door. Snelheid helemaal eruit. En je ziet het dan in die bus, hè. Die gaat ook nooit op tijd op jou kunnen reageren. En heel rustig kijken of je medewerking krijgt. Heel rustig doorrollen. Rechts staat stil. Echt doordenken? Ja, als maar rechtdoor. Tussen. Hebben we net een rit met ONG gereden? Voor de kijkers thuis, opties en geluidssignalen. Wat mij betreft heel mooi vanuit de rust.
mooi volgens het boekje, vanuit de afstand gebleven, wat ik al zei. Lekker de gelegenheid neergelegd bij de medeweggebruiker om op jou te kunnen reageren. Wat vond je er zelf van? Nou, je merkt dat dit voertuig sowieso wat sneller gaat. Dus het gevaar is dat je heel snel alweer bij dat voertuig bent waar je langs moet. Dus je moet inderdaad de hele tijd jezelf zeggen, oké, dan geef die mensen even de rust. En nu merk ik ook iets met een trainingssituatie, dus is dat wat makkelijker? Want als je echt naar een spoedmelder gaat, heb je nog adrenaline erbij. Nou, daar komt nu eigenlijk nog een component bij. Hè. Het volgende onderdeel wat we gaan doen is dat we met twee politievoertuigen achter elkaar gaan rijden met op te zeggen geluidssignalen. Dus nu is het niet alleen maar belangrijk om je eigen rit te rijden, maar ook om nog eventjes wat vaker naar achteren te kijken om die andere auto in de gaten te houden. Van joh, als ik hier nou uit ga voegen, kan die andere auto mee. Uiteindelijk gaat het er namelijk om dat je zo compact en zo breed mogelijk zou kunnen gaan rijden op de snelweg om jezelf nog meer zichtbaar te maken. Wat is nu eigenlijk voor de collega achter ons dan nu de extra meerwaarde, zeg maar, de oefening? Wat de meerwaarde voor de collega achter ons is dat hij moet gaan spelen met zijn positie. Het belangrijkste is nu natuurlijk, we houden hier zometeen de richting van Utrecht houden we aan. Op het moment dat heel veel mensen een voorrangsvoertuig voorbij zien komen, dan denken ze, oh mooi, dat voertuig is voorbij, dus dan kan ik weer naar links toe. Ik heb ruimte gemaakt voor die ene auto, maar dan komt er nog één. Dus hij zal rekening moeten houden in zijn positie, met hoe hij het overige verkeer toch kan manipuleren, om ook nog aan zijn komst aan te kondigen op het overige verkeer, dat ze ook nog met hem rekening kunnen houden. Nou, dat kan hij natuurlijk doen door afstand te nemen, dat kan hij doen door dichter naartoe te rijden, dat kan hij doen door breder te gaan rijden. Maar die normaal gesproken, als hij alleen rijdt, natuurlijk alleen maar rekening hoeft te houden met zijn eigen positie. Maar kunnen wij hem daar nog helpen of moeten we dat helemaal loslaten? Nee, wij kunnen hem daar zeker in helpen. Hoe kunnen wij hem helpen? Door zelf niet al te vlot op het gas te gaan. En ruimtes te kiezen waar we met twee voertuigen tussendoor kunnen. Zoals de setting die nu net ontstaat, hè? Hij pakt hem uiteindelijk achter die Seat langs en wij ervoor langs. Het mooiste zou zijn als je het in de training voor elkaar kan krijgen dat je met z'n tweeën dezelfde keuze maakt. Ja. Eigenlijk is het voor ons belangrijkste om echt heel ruim te gaan rijden. Dus wat je net al mooi deed, vanuit de afstand werken en ruime gaten pakken. Dat je nog wat ruimere gaten pakt op het moment dat je bijvoorbeeld wil uitvoeren. Dus dat je niet op het laatste moment wacht, maar dat je met even een tandje eerder, misschien twee of drie auto's eerder, richting de uitvoering gaat bewegen. En wat belangrijk is, zoals nu, hè, kunnen we mooi bij elkaar blijven. Stel dat de voertuigen voor ons aan de kant gaan, als wij in één keer op het gas gaan, trekken we natuurlijk meteen de gat van de Tokio. Dus ook daar gewoon rustig aan opbouwen. Maar dit is eigenlijk, nu draait te veel gas misschien. Ja, nu geef je eigenlijk al te veel gas. En je kan het wel opbouwen, maar dan moet je dan geleidelijk doen. Pas gaan communiceren met wat je van plan bent. Laat je knippertje maar aanstaan. Welk gaatje wil je pakken? Ja, voor die... Voor die zwarte? Ja. Oké, zwart is de laatste die we nog voorbij gaan. Beetje aanstaan. Nee, door. Beetje door, want je hebt twee rijstukken. Ik zat hier maar. Dat geeft niet. En dan kunnen we hier mooi met z'n tweeën tegelijkertijd. Ja. En als je dan helemaal links in de rijstrook gaat zitten, dan kunnen zij inderdaad mooi waaieren, dat we baksteensgewijs kunnen rijden. Dus probeer maar zoveel mogelijk tegen die kantlijn aan te zitten. We moeten zometeen gaan ritsen, maar rijden maar zo lang mogelijk door. Dat je echt door de lijnen, zeg maar, die rijstrook oplaat. Dit jaar, netjes. Situatie ook lekker op tijd om te reageren, inderdaad, dat je het eigenlijk kan oplossen door je gas los te laten in plaats van dat je moet remmen. Dit is perfect. En dan weer heel vloeiend het pedaaltje weer naar beneden. Nou, hier ook kijken of we welk gaatje we voor.
voorbij willen. Voor die aanhanger. Voor de bus langs. Hoe meer je dit doet, hoe meer je op elkaar ingespeeld raakt, heb je uiteindelijk die communicatie ook niet nodig, want je gaat dezelfde gaten ga je zien. Juist. Laten we hier maar rustig tussen vallen. Nou. En dan krijg je zometeen een splitsing met de 6 en de 1. Ook daar begin op tijd. Wacht niet tot het laatste moment met hem terughoeken de 1 op. Nou, even kijken naar een logisch gat. Ik denk de gele vrachtwagen en zo. Ja, misschien als we die nog mee kunnen pakken zou dat mooi zijn. Hij zit wel op rijstrook 2, dus ik weet niet of hij gaat opschuiven of dat hij wil opschuiven. Voor de BMW. Ja, kan. Knippertje aan naar rechts. Ja, en... Doorsturen. Want hoe dichter je namelijk op hem of haar uitkomt... Maak ik het van hem wat moeilijker maken. Juist. Want die witte gaat misschien remmen, omdat hij blauw ziet. Dan kunnen wij hem er nog achterlangs trekken. Maar als hij dan nog daarop moet gaan reageren, heeft hij een kans dat hij erop zit. Laten we maar eens even afzakken naar rechts. In een gaatje. Komen zij er overheen. Worden wij tweede voertuig. Hier, dit gaatje, ga je er maar in. Kom er maar overheen. En aanbinden. Ja. En nu is het belangrijk voor ons, hè? Lekker mee proberen te hobbelen. Hebben we de mogelijkheid om eventjes een rijstrook naar de zijkant op te schuiven in een gaatje om ons lekker breed te maken? Gaan we dat doen. Zoals hier. Dat je dan hier gewoon een beetje snelheid vasthoudend, even zo naar rechts toe gaat een klein beetje en hem dan weer naar binnen laat vallen. Want wat wil je daarmee bereiken? Dat eigenlijk ook het verkeer op rijstrook 2 ziet verder, komt van alles aan. Precies. Een beetje dichter erop. Ben je er naartoe? Niet te groot gat laten worden. Ja, trek maar weg. Hier ook kun je jezelf weer lekker naar buiten laten lopen, dat je een beetje half-half gaat rijden. Juist. Zie, dat merk je al, hè? Zij gaan ook verder nu. Ja, en dat je als zij gas geven, dat jij zelf ook nog meer gas moet gaan geven om bij te kunnen blijven. Ja. En dan kun je hem hier vandaan. Een beetje tegen die deelstreep aan zitten. Voor mijn gevoel zit ik echt tegen het handen. Ja, snap ik. Maar je hebt echt nog, nou wat is het, een halve meter of zo op je over. Ook niet te vroeg remmen, want okay, je ziet het al, die Skoda achter ons, die knippen al met zijn richting aanwijzer. Die zegt, hey, één auto is voorbij, mooi, kan ik daar achteraan? Die heeft ons nog niet gezien. Ja, dan zet hem maar breed op. Ja, heel goed. En weer terug. Een stukje mee terug. Ja, en weer lekker breed opzetten. Dit is ook het effect, dat je mensen dan van die tweede reizen ook helemaal gaf. Hier, je hebt altijd het nakijken. Waar heb jij dat? Ga maar mee. Kijk, is mooi hè, dat hij lekker op tijd zijn richtingaanwijzer aanzet. Dan weet je dus wat er gaat gebeuren, waar je rekening mee moet houden. Het is wel grappig om te zien, maar je hele gezichtsuitdrukking verandert nu. Focus? Of ja. Focus, strak, serieus. Ja. Ja, voor die keer ook gaan we hier voor het uitgestoken. Dit is dus het nadeel, als je
te lang doorgaat. Ja. Je moet dat erin squeezen nog eigenlijk. Ja, eigenlijk liefst had ik al twee mogelijkheden eerder. Ik denk, nou, laten we daar dan heen gaan. Maar... het beste in deze situatie was geweest, hij ervoor, wij achter die zwarte. Toch wel, hè? Ja. Maar dat maakt niet uit. Weet je, dit zijn van die mooie momenten waar je het dan uiteindelijk met z'n tweeën over kunt hebben. Maar feitelijk gezien creëert hij natuurlijk voor ons de onmogelijkheid, om het zo maar even te zeggen. En is het dan aan jou hoe je daar, ja, welke keuze je daarin maakt? Ga ik mee? Of kies ik er toch voor om voor mijn eigen gevoel, zeg maar, het veiligste? Ja, trek hem al mee. Zie je, als hij relatief kort voor je gevoel achter zo'n pension langskomt, komen wij helemaal dicht in de buurt. Ja. Zometeen bij afrit Maren eraf, het worden twee rijstroken. Dus kijk maar welk gat hij pakt. Ik denk dat hij nog voorbij die vrachtwagens wil. Ja, het is niet de vrachtwagen. Ja. Gaan wij komen. Ja, hier zo, niet tussendoor. Ja. Maar nu ging ik wel blind op zijn. Linksaf. Als ze rechtsaf zijn geslagen, zet de kinderen eens uit. Ja, lampjes linksaf, lampjes rechtsaf, kermis uit. En ook nu met deze uitvoering, hè, tussen die twee vrachtwagens door, merk je al, ja weet je, het is leuk. Maar heel veel later moet je echt niet uitvoegen, want dan red je het gewoon niet meer. Nee. Ja, en ik merkte van, ik ga nu maar blind op waar hij zich dit gezien heeft. Zeg maar. Ja. Want ik heb zelf helemaal geen 0,0 zicht. We zijn inmiddels weer terug op het opleidingscentrum. De dag van vandaag hebben we natuurlijk ingedeeld eigenlijk in twee delen. Mm-hmm. Enerzijds is het vandaag natuurlijk een PFT geweest voor je, om die weer te certificeren voor de aankomende 3 jaar. En een stukje opleidbaarheid en niveaumeting met betrekking tot de CIF-opleiding. Om te beginnen bij basisniveau, meer dan genoeg zit daarin. Gewoon je, zeg maar, hoe je door het verkeer heen beweegt, hoe je gebruik maakt van je vrijstellingen, je algemene verkeersinzicht is meer dan genoeg. Zijn er puntjes waar je nog winst kunt behalen? Jazeker. Maar dan ga je natuurlijk uiteindelijk, als je gaat kijken naar voortgezet rijniveau en specialistisch rijniveau, ga je meer richting dat gebied ga je bewegen. Ga je kijken naar de niveaumeting. Wat ik al zei, we kijken vooral naar een stukje opleidbaarheid en wat is gewoon je algemene verkeersdeelname. Hoe kom je door het verkeer en hoe zit je zelf in de auto? En ook daar heb ik ondertussen zo gedurende de dag al een aantal keer laten vallen dat ik daar ook wel, wel positief in sta. Wat alleen voor jezelf wel een goede is, en heel veel collega's die een niveaumeting gedaan hebben, die koppelen daar ook meteen aan vast. Joh, niveaumeting was voldoende, dus ik ga de CIF-opleiding halen. Mm. Die twee dingen moet je wel echt los van elkaar zien. Het feit dat je namelijk opleidbaar bent, wil niet zeggen dat je ook uiteindelijk het eindniveau CIF natuurlijk beheerst. Ik moet zeggen, ik vond het wel naarmate de dag ook vorderde. Het was gewoon best wel intensief. Zeker, we gingen steeds naar hogere snelheden, wat extreme rijden, als ik het zo kan noemen. Ja. En ik merkte aan mezelf op een gegeven moment, oké, je wil een full focus. Mijn inzichten meegekregen waarvan ik denk, oh ja, dat is wel interessant, dus dat neem ik zeker mee. Maar even voor de kijker, want één ding dat is misschien wel grappig om te vertellen, ik weet niet of ze dat weten, maar jij hebt ook als instructeur ook echt twee pedalen. Ja. Dus je kan, net als bij rijles kun je daar op vastgeven en rennen. Ja, wij vallen als rijdocenten vallen wij ook zeg maar wettechnisch gezien onder de WRM. Wet rijonderricht motorrijtuigen. Oké, okay. Ik denk dat we daarmee afsluiten. Dus ik wil je bedanken voor vandaag. Graag voor de uitleg, voor de kijken natuurlijk. En jullie bedankt voor het kijken en laat even een duimpje achter. Abonneer als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik je bij de volgende video. Later. Hoi.